Ja, ik ben Frank Raken, 45 jaar inmiddels. Tukker, woon al 14 jaar in Hengelo. En heb daar nu inmiddels 8 jaar een bedrijf dat heet Bukaci. En Bukaci is een tuinmeubelfabrikant, of beter gezegd grossier. En wij laten fabriceren in China. Dat is al wel 15 jaar geleden. Toen werkte ik 18 jaar geleden, toen werkte ik bij Wekamp. En wij hadden daar een agent, die kwam 1 keer per jaar op bezoek. En dat was een Taiwanese. En met hem deden we destijds zaken. En toen ik in de tuinmeubelen terechtkwam, ben ik met hem contact blijven houden. En in het begin altijd naar Taiwan gereisd. Maar vanaf begin jaren 90 verplaatste de productie zich van Taiwan naar China. Die Taiwanese die gingen het water over. En begonnen fabrieken in China omdat de loonkosten daar veel lager waren. En toen hebben we hem gevraagd om daar eens goed rond te kijken en te zien of er ook bedrijven waren die voor ons konden produceren. Dat heeft hij gedaan en zo zijn wij in China beland. Ja, op dit moment wat minder, maar ik ben 15 jaar lang 5 of 6 keer per jaar naar China gegaan. Dat betekent dat ik meer dan 100 keer in China ben geweest en nog nooit de Chinese muur heb gezien. En dat geeft al aan dat je daar echt voor je werk naartoe gaat. En het ontbreekt gewoon aan de tijd om dan ook nog leuke dingen te doen. Maar ik doe dat 5 à 6 keer per jaar, deed ik dat. Nu als adviseur doe ik het wat minder. En dan zit je daar een dag of 10. Dat betekent maal 6, 60 dagen per jaar, 2 maanden per jaar zit je daar in China. Ik ben nu net terug, afgelopen zaterdag teruggekomen. Je ziet de ontwikkeling ook in China, dat de loonkosten al snel gaan stijgen, dat de smog en de vervuiling toeneemt, dat alles ten opzichte van 20 jaar geleden er heel anders uitziet inmiddels. Is ook logisch, want zij doen in 15 jaar waar wij 50 à 60 jaar over hebben gedaan in het Westen. Dus het gaat in heel snel tempo. Maar ik ben wel blij dat ik niet meer 6 keer per jaar er naartoe hoef. Communicatie is een groot probleem, dus ik begin wel even met moeilijk. Het feit dat men overal ja op zegt, dan denk je dat ze het snappen. Dan spreek je wat af met elkaar. En dan knikken ze en dan is het duidelijk. En dan vervolgens gebeurt er niks of het gaat verkeerd. En dan hebben ze het blijkbaar niet gesnapt. Maar dan vragen ze niet. Dus die communicatie is heel erg lastig. Dat geldt ook voor levertijden. We hebben hele grote klanten. Formido is een klant in Nederland. Die hebben een actie, die hebben een folder, dat staat in de folder in week 4, dat is eind januari, staat de eerste actie in die folder. De folder is gedrukt en voorafgaand aan die folder ben ik al in China geweest, omdat ik op tijd de spullen moet hebben. Dan heb ik met die fabrikant doorgesproken van je levert toch eind november moeten de spullen weg. Dan hebben ze eind december in Nederland en dan kunnen wij de eerste weken van januari uitleveren naar alle Formido-vestigingen. En eind januari, als de folder uitkomt, dan is er voorraad en hebben wij geleverd. Maar goed, die Chinees die zegt dan, ja, komt allemaal goed. Maar dan is het eind december en dan hoor ik van onze mensen daar, we hebben een kantoor met drie medewerkers, van ja, dat is toch een probleem, het spul is nog steeds niet weg. In China? In China. Nou, dan moet het nog een maand varen, dus dan haal je die folder al niet meer. Als die Chinezen dat nu communiceren, als ze dat nu zeggen en ermee voor de dag komen, dan kan ik de inkoper van Formido informeren en dan schuiven we die folder een maand door. Daar zijn ze niet blij mee, maar dat is te doen. Maar ze zeggen niks. Dus alles wat misgaat, hoor je ze niet over. Dat is heel lastig. Hoe lost u dat op? Nou, soms heb ik wel eens de neiging ze voor de bek te slaan. Maar dat is ook geen oplossing. Dus dan kun je niet anders dan er naartoe zorgen dat je er bent. Ter plekke probeer te voorkomen dat het zover is. Dat het zover komt. Dus als jij eind november de spullen weg moet hebben, moet je zorgen dat je eind oktober bent. En dan wil ik productieschema's zien. Dan ga ik de fabriek door zelf. Dan wil ik met mijn eigen ogen zien, ligt het... Het ruwe materiaal is daar aanwezig. Hebben ze het in de planning staan en geven maar productieschema's. Nou, dat is natuurlijk allemaal Chinese tekens, maar ik kan wel de data, de cijfers zijn hetzelfde. En hebben onze manager die daar in China zit voor ons, die hebben we daarnaast, dus die vertaalt alles. En op die manier ga je doorvragen, ga je doorzagen en kom je er vanzelf wel achter. Dus dat is het. Communicatie is het meest lastige in het hele verhaal. De omstandigheden zijn soms zwaar, dat maakt het ook moeilijk. Als je in de winter in Shanghai en omgeving bent, dan wordt daar gevlochten. Dan maakt men daar vlechtwerk. Het zijn geweven meubelen. Het is een aluminium frame waar tussendoor geweven wordt. Het is daar dan 3 graden.
Dat is op zich niet zo koud, hè? Bij ons in de winter is soms wel eens min 20. Maar als jij de hele dag in een fabriek werkt als medewerker, maar ook als bezoeker, geldt ook voor ons, geldt ook voor onze kwaliteitscontroleurs, en het is continu 3 graden, en je loopt alleen maar in die 3 graden rond, gewoon bijna dag en nacht, en je hebt nergens een punt om je op te warmen, want in die fabrieken is geen verwarming. Daar hebben ze niet, dat bestaat niet. Dat maakt het fysiek hartstikke zwaar. Die mensen die zitten met handschoentjes, met afgeknipte vingers, zitten ze ook achter de computer met een dikke jas aan, een sjaal om. Het is gewoon 3 graden. Ze gaan nu, maar het is buiten nu warmer, maar ga maar buiten zitten met 3 graden de hele dag. Nou, dat maakt het voor mensen die kantoorwerk doen, maakt het dat moeilijk. Voor de mensen die moeten weven, hè, met die koude vingers, en dat draad is ook koud, dus dat is niet flexibel, dat maakt het moeilijk.